Hey mensen, in dit filmpje laat ik je zien hoe ik 8 kilo ben afgevallen met behulp van de app Yazio. Ik laat je ook een aantal instellingen zien en ik laat je ook zien hoe dit in zijn werk gaat. Je installeert Yazio op je smartphone via de App Store of de Play Store. En zo ziet het logo van Yazio eruit. Je moet natuurlijk een account en een profiel aanmaken en je doelen ingeven. Wat is je doel? Bij mij is dat gewichtsverlies. Je geeft je startgewicht in, dat is je huidige gewicht, en daarna je streefgewicht. Je geeft ook je activiteitsniveau in en hoeveel kilo dat je wilt afvallen per week. Een halve kilo afvallen per week is een gezond doel. En dan zie je het aantal calorieën dat je mag eten. Het gewichtsverlies is er al bij ingecalculeerd. Het gaat hier zuiver over het invoeren van een calorietekort. Calorie deficit. Eet je minder calorieën dan dat je verbruikt, dan val je af. Het dagboek is het belangrijkste gedeelte van Yazio. Je klikt op dagboek en dan zie je hier bovenaan zie je het aantal calorieën dat je nog mag eten. Ik heb deze morgen al wat ingegeven, dit heb ik gegeten deze morgen. En hier ook zie je activiteit. Dit zijn de calorieën die je verbruikt hebt met bijvoorbeeld sporten of wandelen. Ik heb het zo ingesteld dat deze calorieën die ik verbruikt heb bij opgeteld worden bij de calorieën die ik mag eten. Dat heb ik als volgt gedaan. Ik ga naar profiel. Tandwieltje. En hier zie je dagboek en watertrekker. En hier zie je activiteit verrekenen met caloriedoel. Dus ik mag de calorieën die ik verbruikt heb ook nog opeten. Er is wat reclame. En hier zie je 4 gedeeltes. Het ontbijt, het middageten, het avondeten en de tussendoortjes. Bijvoorbeeld, ik ga nu mijn lunch invullen. Wat heb ik gegeten? Meer toevoegen. Ik kan dan ingeven wat je ooit al gegeten hebt. Dus bijvoorbeeld, ik heb een shake gemaakt. Dat is whey. Ik druk hierop. En kokosdrink plus. Ik ga terug. En dan zie je als middageten een shake. 188 calorieën, zoveel koolhydraten, zoveel eiwitten en zoveel vet. Dit zijn richtwaarden. Maar het zijn goede richtwaarden. Je kan ook het tussendoortje invullen. Bijvoorbeeld een appel. Ik doe meer toevoegen en ik zoek appel op. Appel. Hier zie je appel Jonnegold en je drukt op plus. Je ziet 1 appel, 77 calorieën. Als je dit wilt intikken, kan je het ook scannen. Bijvoorbeeld hier Charles kipfilet gerookt. Dan scan je gewoon de barcode. Deze barcode. En de database zal kipfilet vinden. En dan zie je bovenaan, dit getal is verminderd. Dus het getal wat, van de calorieën dat je mag eten en de calorieën die je hebt gegeten. Activiteit staat nog op 0, maar die ga ik ook invullen. En dan zul je zien dat deze calorieën hierbij opgeteld worden. Je gaat helemaal naar onder. Hier staat stappen bijvoorbeeld, maar ik ga een activiteit toevoegen. Wat heb ik gedaan? Ik heb gelopen, hardlopen algemeen. Je kan het ook opzoeken door hier in te vullen. Moest het er niet bij staan. Hardlopen algemeen. Hoe lang heb je dat gedaan? 60 minuten. En dan zie je, dat is 496 calorieën. Wat heb ik nog gedaan? Ik heb 40 minuten aan krachttraining gedaan. Plus, en dan zie je hier krachttraining. Ik vul hierin 40. Toevoegen. Als je nu naar boven gaat, dan zie je dat deze calorieën die ik verbruikt heb, in de calorieën staan die ik mag opeten. Dus het gaat erom dat je weet hoeveel calorieën je eet en dat je weet hoeveel calorieën dat je verbruikt hebt. Oh ja, bijna vergeten, je kan natuurlijk de evolutie van je gewicht bijhouden in een grafiek. Onderaan in het dagboek kan jij jouw gewicht ingeven. En bovenaan rechts zie je een grafieksymbool. Dat selecteer je. En daarna selecteer je de weegschaal om jouw grafiek te bekijken. Probeer het zelf ook maar eens. Succes! Abonneren, delen en reageren!